Vandaag, over 6 weken, start voor jou het Centraal Eindexamen. En dit afgelopen examenjaar is het meest aparte examenjaar ooit geweest volgens mij. Een jaar met veel onrust, met veel verwarring, met veel onzekerheid, wellicht ook angst, een gevoel van onveiligheid, gespannenheid, zenuwachtigheid. En wanneer jij je vast blijft houden aan die onrust tijdens je examen, dan wordt het lastig om geconcentreerd te blijven. Dan wordt het een uitdaging om je focus vast te houden tot en met het laatste examen aan toe. En daarnaast zal die onrust er ook voor zorgen dat je je emoties probeert te negeren en te blokkeren, te onderdrukken. Omdat dat het laatste is wat je er nu nog bij wil hebben. Een gevoel van frustratie en boosheid of verdriet. Die onrust zorgt ook voor twijfel aan jezelf. De onrust in je hoofd zorgt voor spanning in je lichaam, waardoor het lastig is om bij je gevoel te komen, bij je innerlijke wijsheid en je innerlijke waarheid, bij je gevoel van vertrouwen. Je intuïtie werkt als jouw kompas. En die fysieke spanning, de onrust in je hoofd, zorgt altijd voor fysieke spanning. Je lichaam staat altijd aan in een vecht- en vluchtmodus. Dat gebeurt er bij angst. En dat kan ook gezondheidsklachten geven. Je zal misschien merken dat je hoofdpijn hebt of last van hyperventilatie of dat je nek en schouders vastzitten. Dan kun je je voorstellen dat al deze symptomen ontzettend veel energie kosten. Dat je het jezelf onnodig moeilijk maakt als je vast blijft houden aan die onrust. En stel je nou eens voor dat er een training is, een gratis training is, die jou helpt om bewust te worden van welke gedachten, overtuigingen, programma's die je maar in je hoofd herhalen, die jou en oude overtuigingen die jouw energie omlaag halen. Negatieve gedachten. En dat je daar bewust van wordt. Dat je inzicht krijgt hoe je op een gezonde manier emoties vrij kunt laten stromen, in plaats van dat je ze negeert en onderdrukt. Dat je gaat ervaren, juist op momenten dat je het moeilijk hebt, juist op de oncomfortabele momenten, dat je gaat ervaren dat je altijd vriendelijk en begripvol kunt zijn naar jezelf. En dat je ook geïnspireerd wordt om fysiek jouw energieniveau te verhogen. Voel je het verschil tussen het ene en het ander? En dat je letterlijk lichter, hè, mentaal, emotioneel en fysiek het beste van jezelf kan geven tijdens je centraal eindexamen. Is dat waar je naar verlangt? Doe dan mee met de gratis training Examen Boost 2021. En daarvoor zijn slechts 2 voorwaarden nodig. 1. Je kiest ervoor, je kiest voor deelname. Je maakt een afspraak met jezelf om daaraan deel te nemen. Het is een commitment aan jezelf. En die keuze, dat kan een beetje spannend zijn. Want je weet niet wat er komen gaat. Als je persoonlijk wil groeien, want dat is examenboost, dan vraagt dat om verandering. Dan vraagt dat om nieuwe dingen. Nieuwe keuzes te maken en oude dingen los te laten. En of deze keuze het juiste voor je is, dat is een gevoel. Dat is een innerlijk weten. Je hoofd kan schreeuwen van, nou ja, ik ben nou eenmaal zo, er valt niks aan te veranderen, of ik bikkel wel even door. Dat is een keuze, dat is prima. Of je gaat voelen van, oké, je gaat meer verbinding maken met je hart, met een zachtere stem, met een motiverende stem, omdat je van binnen ook weet dat het anders kan en dat er meer in zit. En deze stem ondersteunt je, die wil jou laten groeien. Dus kies, dat is 1. Welke keuze maken? Maak je die afspraak met jezelf? En 2, je bent bereid te oefenen. Ik ben ook personal trainer en je kan mij inhuren voor 1 keer in de week een half jaar lang. Dus je boekt 26 trainingen bij mij. Maar als jij daarnaast weigert om minimaal 2 keer in de week zelf te trainen, dan stagneer jij je proces van persoonlijke groei. En is de kans dat je afhaakt vrij groot.
Dus je kiest ervoor om te oefenen en je blijft volhouden, ook al vind je het soms lastig. Je kiest ervoor om vanaf maandag 19 april, wanneer de examenboost 2021 begint, om elke dag 20 minuten vrij te maken voor jouw persoonlijke vitaliteit en jouw zelfontwikkeling. En als je op deze twee voorwaarden 100% ja zegt, dan weet ik zeker dat deze reis voor jou een hele waardevolle reis zal worden. Waardevol tijdens je centraal examen en waardevol ook voor je toekomst. Want examenboost die zorgt ervoor dat je in 8 stappen meer helderheid in je hoofd gaat ervaren. Het zorgt ervoor dat je dichter bij je gevoel komt en blijft. Dat geeft vertrouwen, dat geeft een innerlijke rust in jezelf. En dat je jezelf ondersteunt op een liefdevolle manier. Wat ik al zei, ook op die moeilijke momenten. Dat je compassievol blijft naar jezelf. En dat je dus dichter in contact blijft met jezelf. En dat geeft jou ook een gevoel van innerlijke vrijheid. Van voldoening, van vreugde. Want ook op die manier kun jij je centraal examen volbrengen. En dat is wat ik jou gun. En hoe doe je mee aan Examenboost 2021? 1. Meld je aan nu op mijn YouTube-kanaal en druk op het belletje. Volgende week ontvang je dan een mail waarin ik vertel hoe je het beste kunt voorbereiden. En 2. Noteer in jouw agenda op maandag 19 april hashtag examenboost 2021 als afspraak met jezelf, als keuze met jezelf. En ja, dit is wat ik mezelf gun naar mijn centraal examen toe op maandag 17 mei. En je kunt me ook volgen op Instagram, hashtag examenboost2021. En onderaan deze mail zal ik ook even een link posten van de video waarin precies uitgelegd wordt wat de training inhoudt. Ik dank je wel voor het kijken. Je mag de video uiteraard delen met medeklasgenoten, met docenten, met mentoren, zodat nog meer middelbare eindexamenscholieren van deze training op de hoogte worden gebracht. Nogmaals, dankjewel voor je tijd, dankjewel voor je energie en tot mijn volgende video.